Een stroomuitval van de EBS in het welgelegen gebied en Tijgerkreek, de Saramacca, heeft ertoe geleid dat Telesuur-klanten verstoken raakten van internet en vaste telefonie. Telesuur-technici hebben de hele dag gewerkt aan het opheffen van deze gebiedstoring. Echter zijn er klanten bij wie deze storing nog niet is opgeheven. De verwachting is dat in de loop van de avond dit euvel geheel verholpen zal zijn. Onze nieuwsdienst verneemt van de EBS dat de stroomuitval te welgelegen reeds is opgeheven, terwijl hun technici nu richting Saramacca zijn vertrokken om te werken aan de storing aldaar. De klacht vanuit Saramacca was dat een boom op het net is gevallen met als gevolg stroomuitval. Telesuur heeft in afwachting van de afronding van de werkzaamheden door de EBS haar eigen systemen in werking gesteld, zodat de klanten in die gebieden weer over internet en vaste telefonie kunnen beschikken.